Overal bij, na school. Wow. Ik wil even weten of ik mijn tandenborstel wel bij me heb. Trouwens, weer heb je die schoenen? Zijn die van Fien of zo? Van mijn moeder. Er is een heel vet slaapfeest bij Jonathan thuis. Ja, wel een beetje awkward, want we zijn echt de enige uit de tweede daar. Ik heb geen paan, dus ik had er al 10 keer kunnen zijn. Ja, jongens en meisjes. Bus weg, kom! Mijn enkel. Als je niet op hakken kan lopen, moet je het ook gewoon niet doen. Kan je staan? Nee, dit gaat echt niet lukken. Probeer het even. Echt niet dat ik naar de eerste hulp wil. Bro, dit is echt niet oké. Nou ja, we zijn nu toch bij het ziekenhuis. Misschien moeten we toch maar even naar de eerste hulp gaan. Nee, weet je wat? Het gaat veel beter hier. Ja. Maar we kunnen ook niet naar huis. Oké, kom. Maar ik kan hier niet naar binnen. Ik had er helemaal niet bij nagedacht dat dit het ziekenhuis is. Kijk even naar je... Nee, deze plek brengt ongeluk. Ik kan hier niet naar binnen. Het kan echt niet. Kijk even naar je enkel. Hij is superblauw. Het is nog maar kort geleden dat Ramzi is overleden. Hoe lang moeten we wachten, denk je? Ja, mensen, komen jullie inschrijven? Moet dat echt? Ja, dat moet. Het telefoonnummer van je moeder? 555. Geef Bo haar eigen nummer op. Met de voicemail van mevrouw De Wilde. Met de voicemail van mevrouw De Wilde. Ik vind het gewoon heel erg bizar om hier te zijn. Denk ik eindelijk klaar te zijn? Willen ze kijken of mijn enkel gebroken is? En willen ze een foto? Ik heb echt het gevoel dat we dicht bij Ramzi's kamer zijn. Ik heb geen zin om hier de hele nacht te blijven. Ja, maar dat gaan we ook niet. Shh, mijn moeder. Ik heb best wel trek, jij? Anders haal ik wel wat voor jou. Ja, thanks. Tot zo. Yo, Ik heb al mijn appjes van Ramzi bewaard. Mam, in het ziekenhuis. Selma. Ja, ik ben daar niet meer. Ik ben bij de ingang. Als ik Bo was, zou ik ook mijn moeder willen. Ik kon het gewoon niet meer. Die gang en... Dat geeft niet. Sorry. Mam. Wat is er gebeurd? Het enige jammer is dat dit betekent dat mijn moeder dus ook wordt gebeld. Waar is Selma's moeder? Oh, wacht eventjes. Is dat soms waarom je je voicemailbericht hebt gewijzigd in mevrouw De Wilde? Liegen en hele nachten wegblijven, er zijn grenzen. Ja, ik weet dat je graag naar het feest wilde, maar ik weet ook dat ik nee gezegd heb, Bo. Zullen we nu naar huis gaan? Ja. Ja, mijn voet is niet gebroken, maar wel dik gekneusd. En toen ze vroeg wat voor een straf Bo had, vond ze het wel zo eerlijk om mij precies dezelfde straf te geven. I'm sorry!